Hi, mijn naam is Linty en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik maak voor dit kanaal heel veel dierentekeningen. En er zijn dus elementen die in iedere video wel aan bod komen. Zoals bijvoorbeeld vachtstructuur, verenstructuur, vlekken in de vacht, lange of korte haren, ogen, neus, oor, noem maar op. Ik heb besloten om een videoserie te maken waarin ik wat dieper inga op ieder van die onderwerpen. In de vorige video was dat oren en in dit geval de video over ogen en wat preciezer de ogen van een sneeuwluipaard. Die zijn dan vergelijkbaar met de ogen van een kat. Heel veel plezier! De eerste laag is heel dun en ik start met het controleren van de vormen. Het nakijken van je tekening is een van de belangrijkste dingen die het oog tot een succes maken. Iedere millimeter telt en hoe nauwkeuriger je tekent, des te mooier het resultaat. Maak deze hele laag echt zo dun je kan. Mocht je nou een foutje maken, dan is dat nog prima te herstellen. Maar als je te hard op je potlood drukt, dan gaat dat veel lastiger en heb je veel eerder vlekken. Zo'n dunne laag ziet er op dit pastel mat papier erg grof uit en dat blijft vervelend. Het maakt het lastig om de intensiteit van de kleur te beoordelen. En ik gebruik in dit geval een doezelaar om de structuur te verminderen. Dat gaat heel gemakkelijk en je hoeft maar op het papier te aaien om al een prima resultaat te krijgen. En ook hier geldt, niet te hard duwen, want dat geeft vlekken. En het is dus ook zeker niet nodig. Tijdens de tweede laag worden de kleuren een stuk intenser en dat is leuk om te zien. Want je krijgt nu echt meer dat mooie effect wat je zoekt. In dit stukje real time kan je goed zien dat het maar een langzaam proces is. En let bij dat tekenen goed op dat je de randen van de pupil en de omranding van de iris strak genoeg tekent. Dat pastelmat papier is grof en dat maakt een strakke lijn lastig, maar het is wel belangrijk, dus teken dit zorgvuldig en met een spitse punt. De schaduw van de vacht zorgt ervoor dat de bovenkant van de iris altijd donkerder is dan de onderkant. Er ontstaat dan een groot contrast tussen licht en donker op een klein oppervlak en dat zorgt dan weer voor een mooi en levendig resultaat. Het is een hele klus om te blijven tekenen in laagjes, maar blijf dat consequent doen. Want dit is de beste manier om de kleuren rustig op te bouwen en zo levendig mogelijk te maken. Een andere manier om de korrelige structuur van het pastel mat papier te verminderen, is het gebruik van dunne tussenlagen met een lichtere kleur. Dit maakt ook die kleine, grove plekjes een stukje gladder. In deze ogen zit veel variatie aan kleur. Kijk, op het eerste gezicht lijken ze alleen maar blauw. Maar als je echt goed kijkt, zie je dat dat blauw maar een klein stukje is van het geheel. En bovendien is het ook nog heel licht en subtiel, dus je hebt zeker niet veel nodig. Er is vooral rond de pupil veel grijs aanwezig en aan de randen gebruik ik lichte bruine tinten als oker en bister. Al deze kleine vlekjes zijn belangrijk, dus neem daar ook even rustig de tijd voor om je onderwerp te bestuderen. Bij het tekenen van dit soort stukken zet ik de foto meestal even op mijn iPad of computer en vergroot ik het geheel uit zodat ik alle nuances goed kan zien. Mocht je nou moeite hebben met het onderscheiden van de kleuren, kijk dan even naar de video die ik hierboven link. In deze video bespreek ik verschillende manieren die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste kleur. Een langzame stap-voor-stap versie van deze tekening is te vinden op mijn andere kanaal via petje.af/atelierlinty. In deze uitgebreide video's is goed te volgen hoe ik dit nou precies teken en vertel ik je alles over materialen, technieken en kleur. En kan je af en toe wel wat feedback of hulp gebruiken bij het tekenen? Dit is ook de plek voor mijn online begeleiding. De opzet van het tweede oog is natuurlijk hetzelfde als bij het eerste oog, met één belangrijke uitzondering. De vorm is bij dit oog nog veel belangrijker, want als er hier een foutje in zit, kijkt je dier scheel. En dat wil je natuurlijk zeker voorkomen. Dus dubbelcheck even nauwkeurig en teken zeker dun, zodat aanpassen makkelijk gaat.
De twee ogen zijn ook nooit precies hetzelfde. En het komt dus vaak voor dat die kleuren niet exact hetzelfde zijn. Deze hele eerste laag staat dus in het teken van kleuren bestuderen en op de juiste plek tekenen. Iedere millimeter telt en je ziet me dus steeds weer opnieuw kleine vlekjes of lijntjes aanpassen. En ik kan je vooral adviseren om de tijd te nemen en ook te genieten van het proces. Want dit is uiteindelijk toch een van de leukste stukjes om te tekenen. En als dit gelukt is, heeft je dier die echte wow-factor. Ook hier is de bovenkant weer donkerder en maak ik de randen van de pupil en het oog zelf strak genoeg. Je kan hier echt zien hoe weinig helder blauw aanwezig is in deze toch blauwe ogen. Zelfs met wat grijs, bruin en roodachtig blijven die ogen er wel gewoon blauw uitzien. Dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je niet die blauwe en heldere uitstraling hebt in je eindresultaat. Deze video is dus deel van een serie over de aparte elementen in een dierentekening. Ik link hierboven ook even de video die ik maakte over het tekenen van oren. Ik post iedere week nieuwe video's met tips en technieken over tekenen. En wil je nou graag op de hoogte blijven, abonneer je dan gratis via de rode knop onder de video en het belicoontje. Alvast bedankt hiervoor, want op deze manier kan mijn kanaal blijven groeien en kan ik nog veel meer leerzame video's maken voor je. Door de vacht onder het oog ook te tekenen, steekt het wit van het papier niet meer zo sterk af tegen die donkere delen van het oog en krijg je een wat beter zicht op het resultaat. Ik wens je heel veel tekenplezier bij het maken van je eigen dierenogen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende video. Bye bye!